Buik, hier kom jij niet binnen. Laten we iets aan, want ik moet met die burgemeester spreken. Nou, geen verdachte gesten, klappen en contraventie. Ze hebben de koloschop in de tuin, weet wie dat daar is? De procureur van de koning. Ik heb geen tijd. De burgemeester is met serieuze zaken bezig. En daarbij, ik en kan geen coureur van de koning. Kijk, die is even al een keer. Miletje. En vrouw en madame. Wat moet ik daar nu weer tegen van vertalen? Kijk, hé. Daar mag er niemand niet binden van, hè. Heb je dat goed verstaan? De burgemeester is een confrontatie. een contraventie. Nee, Ja, is aan het klappen, hé. En vrouw Emmerans. Sabette. Ja. Sabette. Ja. Ik kom thuis. Ja, ja. En het meisje zegt mij dat er iets schrikkelijks gebeurd is. Wat is er gebeurd? Ik heb er zoiets bolle verbuik aan bezoek gehad. Wie? Die schobbejak? Ja. Een rietje rans was terug bij. Ja, en dan? Wat is er gebeurd? Wat kwamen ze doen? Bolle verbuik zei dat de Jorinzane dat de merrie ging werpen. En hij wilde dat veulkuppen. Maar de merrie nee nog niet geworpen. Ja, dat ik hem ook zei. Ik zeg maar die merrie nee niet geworpen. En bolle verbuik zegt dat zo tegen mij. Champetter, zegt hij. Daar is er een, zegt hij, die 18 jaar geleden geworpen is, zegt hij. En de burgemeester zou ik moeten komen kijken, zegt hij. Naar dat vuil en naar de merrie, zegt hij. Champetter, ik kan verstoor er niets van. Een vrouw Emmerance, ik hoor het niet. Champetter, wilde gij zeggen dat mijn broer, Hippolyte, Iras, in dat café van slachte zeden? Dat is nou mijn grootste verdriet, hè. Moesten weten wat ik gedaan heb om hem hier buiten te houden en hem van een slecht huwelijk te bewaren. En al zo al die jaren van schrik dacht ik dat vandaag onze lieve nier mijn gebed verhoord had. Hij is vandaag thuis gekomen, hè. Zodanig kwaad, hè. Dat zijn colère is een grote dier. Ah, nou. En hij heeft het pootje van overgehaald. Ah, kijk. Allee. Ja. Maar nu zit hij binnen, hè. Nee. Ik wil eens in de keuken, hè. Ja. Ik mag er niemand niet bij laten. En heb je juist erbij hem? Wie? Ja. Sabata. Dat wijf zeker, hè? Die. Kato! Die Kato. Ja. Kato. Dat wijf, hè? Kato. Maar kijk, hè? En vrouw Emmerans, hè? Die Kato, hè? Mm. Dat is de doodzonde van heel de Leijenstreek, hè? En ze gebruikt niet alleen nog een eigen persoon om mijn broer te verlaaien, hè? Ook die vondelingen is ingespannen. Ja, ik hoor het. Hij zei ter deugde van de complotificatie. Ik zie God zijn genoeg nog klaar genoeg, ja. Maar mijn broer, Hippolyte, is zo gemakkelijk te verlaaien. Voor hem is dat gevonden meisje een engel. Kijk, een vrouw in mijn hand, zo waar, of dat hij een heilig vrouw mijn zijt. Zo waar is het, dat dat jong voortkomt, hé, van een smerige slunkse en een stinkende smerab. Ik zal het niet meer zeggen.